Hoi, hoi, daar zijn we weer. Ik heb inmiddels het filmpje van Tour 20 online staan, ook op YouTube doorgelinkt naar de Hupsakal pagina. Dus dat kunnen jullie daar op je gemak terugkijken, mocht jullie het niet vinden op Facebook. Enfin, ik heb Tour 20 afgerond. Zoals jullie zien ben ik geëindigd met twee stokjes in de laatste losse ruimte en drie stokjes op de drie stokjes. En de laatste zit natuurlijk hier. Dat is natuurlijk even hier waar ik iets wat draai en dan zie je daar het veetje. Daar is de laatste stok gemaakt. Ik ga nu door met toer 21. Haak 1 los en werk draaien. Nu gaan we beginnen. Haak 1 stokje. In deze toer gaan we weer niet meer eraan. Gewoon doorgaan. Ja, 1 stokje in de steek. Haak 1 stokje. Nou beginnen we eigenlijk met de pied de poule, oftewel Hans Tooth. Haak 1 stokje. Haak 1 vaste. Haak 1 stokje. Haak 1 vaste. Haak 1 stokje. Haak 1 vaste. Nou, dit is eigenlijk wat je de hele toer gaat doen. Dus 1 stokje. 1 vaste. 1 stokje. 1 vaste. 1 stokje. En 1 vaste. Dan zie je het zo. Dan zie je gewoon een stokje. En dan begin je met de toer met een stokje. Met een patroon. Een stokje, vaste, stokje, vaste, stokje, vaste. Dit herhaal je door de hele toer heen. Tot op het laatste stokje. Het één laatste stokje. Het kan dus zijn, de een eindigt met een stokje en de ander eindigt met een vaste. Dat maakt niet uit. Laatste steek, altijd een stokje maken. En dan gaan we door met toer 22. Ik ga deze toer even afhaken, buiten de camera om. En dan zien jullie mij zo weer terug met toer 22. En eigenlijk toer 21 en 22 zijn eigenlijk nagenlang gelijk. Het enige wat het verschil is, is dat wij straks met het werk draaien. Ik ben hier dus geëindigd met een vaste. Stel je bent met een daadwerkelijk patroon bezig, maak je boven die vaste maak je een stokje en bovenop je stokje maak je een vaste. En zo ga je eigenlijk door tot het einde. Maar dat zal ik jullie straks laten zien in toer 22. Ik ga deze afmaken, ik zal hem even op YouTube plaatsen, link hem even door naar de Facebookpagina. Dan kunnen jullie hem ten alle tijde nakijken. Ik hoop dat deze toer duidelijk is en dan gaan we zo weer verder met toer 22. Alvast succes!